Ze rijden er weer. Een dag voor MVV. Lange reis daar naartoe natuurlijk. Ja, MVV is ook een ploeg die niet heel veel scoort. Ik vroeg net aan Jeremy Seintje van liggen er kansen voor jullie, denk je? Nou ja, aan jou eigenlijk dezelfde vraag. Ik weet niet wat hij geantwoord heeft. Hij zei dat er altijd kansen liggen, volgens mij zoiets. Maar dat denken wij ook. En, kijk, we moeten ook niet paniek raken. Hè. We hebben natuurlijk een aantal hele goede clubs tegen ons gehad. Als je kijkt Ajax, NEC, nu weer Twente. En ja, nu krijg je MVV. En, een beetje wisselend. Hè. Gelijkspel, de laatste keer net aangewonnen tegen Eindhoven. Maar oké, okay, wat jij zegt, ook een ploeg die niet makkelijk scoort. Nou ja, dus ja, dan, en wij moeten gewoon zorgen dat wij, richting MVV, ja, dat we gewoon, de organisatie moet goed staan, verdedigen moet goed zijn. En dan hopen we in ieder geval op een paar uitvallen dat wij kansen krijgen. Ja. En ja, ik denk als trainer denk je heel lang na in een week over de afgelopen wedstrijden, over het seizoen. Ja, hoe doe jij dat? Doe je dat met een goed glas wijn of ben je er altijd mee bezig? Hoe gaat dat in zo'n week bij jou? Nou ja, wij zijn, dat doe je gelijk al na de wedstrijd. Hè? Dan ga je natuurlijk al evalueren. Nou, dan heb je het weekend nog. Ja, en dan ga je maandag beginnen dan richting alweer tegen, eerst nabespreken met de groep. En dan richting MVV. En dan gaan we kijken waar de kansen daar liggen. Nou ja, en natuurlijk kijken wat hun zwaktes en sterktes zijn. Nou ja, daar hebben we een goed beeld van. We hebben analyse gemaakt en we kunnen natuurlijk alles zien. Alle beelden terugkijken, ook voor MVV. Ja, en, natuurlijk liggen de kansen, maar het blijft nog wel steeds een prima ploeg. Hè, die hun organisatie goed hebben staan, zowel verdedigend als aanvallend. Ja, en dan gaan we kijken wat we tegenover zetten. En dat hopen we morgen, zeker wat je al zei net in het begin, een lange reis. Het kan een lange reis terug zijn, of het kan een vrolijke terugreis zijn. En laten we hopen op het laatste. Ja. En in zo'n week, waar heb je nu de focus gelegd? Dat bijvoorbeeld tegen Twente twee goals uit standaard situaties, twee vrije trappen. Ja. Heb je daar dan op getraind? Of blijf je gewoon focussen op afwerken? Of ja, waar heb je de accent op gelegd deze week? Ja, gewoon alles wat we tegenkomen. Hè, kijk, het grootste probleem is nog steeds, hè, het scoort vermogen. We hebben ook niet zoveel kansen gekregen. Ja, maar ook natuurlijk wel, we hebben het ook wel over gehad over de goals die we krijgen uit standaard situaties. Nou, dat moet veel beter. Maar alles moet veel beter. Onze twee controleurs moeten gewoon veel beter staan. Thijs en Thomas, nou, daar hebben we het over gehad. Daar hebben we ook op getraind. Ja, en we gaan gewoon deze wedstrijd weer kijken nogmaals waar de kansen liggen. En daar hebben we het heel veel over gehad. Ja. Dus, maar oké, kom een zwaar weekje aan. Hè. We hebben nu MVV uit, Almere uit voor de beek en dan Sparta uit. Dus, en dan Cambuur thuis. Dus kijk, deze vier wedstrijden in die 14 dagen. Hè. Ja, oké, dan gaan we kijken waar we staan. Ja. Is alleen maar mooi, toch? Ik denk dat spelers uitkijken naar zo'n wedstrijd tegen Sparta. Ja, maar laten we eerst even Sparta niet benoemen. Laten we eerst gewoon MVV. Hè. Dat vind ik belangrijker. En dat is de eerstvolgende wedstrijd. Dat is morgen. En als we daar drie punten kunnen weghalen, ja, dan kunnen we weer nadenken over de volgende wedstrijd. En dat is Almere. Ja. Welk resultaat ben je tevreden? Natuurlijk als trainer zou je altijd zeggen, ik wil alleen maar winnen. Ja. Maar uit bij MVV, je hebt nu één punt. Ga je alles op de aanval zetten, stel je staat gelijk? Of hoe moet ik dat zien? Dat weet ik nog niet. Dat is natuurlijk, je hebt wel plan B, hè, wat we hebben. En dan gaan we wel zien wat we doen. Maar we gaan eerst uitgaan van het plan wat we nu hebben, hè, richting MVV. Ja, en een wedstrijd is altijd onvoorspelbaar. Dat kan je niet van tevoren zeggen van, was het maar zo. Dan hadden we elke week drie punten. Dat is niet zo, maar dan hoef ik niet te voetballen. Maar nee, we gaan gewoon zien hoe wij die wedstrijd aanpakken. En dan gaan we kijken hoe de wedstrijd verloopt. We gaan altijd uit van winst, hè, want dat moet je sowieso. En we hebben ook een groep en ook als trainers zijnde willen we alleen maar winnen. Dat kan een keer mooi zijn, dat kan een keer lelijk zijn. Dan kan ik in 0-1 zijn, dat maakt me niet zoveel uit. Het gaat erom dat we drie punten meenemen en daar moeten we klaar voor zijn. En ik zie wel, als de groep hier zo aankomt bij de training, lachende gezichten. Daar hangt goede sfeer, veel jonge jongens onderling, maken grapjes. Daar zit het niet mis volgens mij. Nee, daar zit het niet mis, want de groep is wel heel close met elkaar. Dus ik heb ook gezegd, de eerste overwinning komt steeds dichterbij. Dat is vaak als je wat meer verliest, zeker de eerste vier wedstrijden, de laatste vier wedstrijden. Ja, dan komt die overwinning een keer dichterbij. En dat vertrouwen hebben ze ook. Hè. Wij voetballen ook niet zonder vertrouwen, dat is duidelijk. En nogmaals, ook de trainingen zijn goed, de gasten kunnen goed met elkaar opschieten. Alleen ja, dat moet wel een keer punt opleveren. En dat zou mooi zijn als het morgen kan zijn. Het zou een hele mooie week kunnen zijn de komende drie wedstrijden.